gebouw van de YMCA in Wassenaar is de Groene Meent aanwezig. Dat is een groep dames en ook een heer. En zij hebben de Recycle Sint en de Recycle Santa georganiseerd. Het betekent dat de kinderen en de mensen die het speelgoed niet meer gebruiken, of die het misschien hebben gekregen en nooit het hebben gevonden, hier kunnen inleveren. Dan krijg je daar muntjes voor en die kan je weer inruilen voor een ander cadeau. Zeg Shirley, jij bent van de Groene Meent? Ja, dat klopt. En wat zijn alle dames hier achter aan het doen? Nou, dame en heer zijn de speelgoed aan het innemen. En dat zijn we aan het ruilen voor de kerst. Dus de recyclecentra. Zodat al het speelgoed wat niet meer gebruikt wordt, een nieuw leven krijgt. En kunnen de mensen dan het speelgoed weer kopen erna? We krijgen wel een muntje om het speelgoed dat ze ingeleverd hebben te waarderen. En met die muntjes die ze dan van ons krijgen, kunnen ze na het einde weer terug meenemen. Wat krijg je allemaal zo binnen vandaag? Nou, eigenlijk heel veel. We hebben puzzels, spelletjes, knuffels, maar ook schaatsen en helms om het winterseizoen mee te beginnen. En wat heb je daar op je borst zitten? Dat is het logo van de Duurzame Doelen. Dus we hebben iedereen die hier meewerkt heeft een badge op, zodat de mensen ons kunnen herkennen. En we willen graag duurzaamheid verder promoten. En hebben we daarom dus ook hier koffie en thee en hele lekkere taartjes, allemaal veganistisch. En dat is om meer mensen tot duurzaamheid te trekken. Zeg, ben jij niet die mevrouw die zich ook voor plastic inzet? Ja, maar kijk, een kartonnen doosje, een kartonnen puzzel. Hartstikke mooi. Je trekt het echt door in de extreme. Ja, ik geef het ook weg dan direct. Hallo Willemien van de Groene Meen, waar staat dat voor? Nou, dat is een groep mensen die eigenlijk het liefst hier in Wassenaar een pandje zou willen hebben om duurzaam te doen. Om uit te dragen dat we echt met z'n allen wat moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. En we beginnen met alleen maar leuke dingen doen. We zitten nu in de YMCA. Dat is een heel mooi pandje en mogen we gebruiken. Daar betalen we wel huur voor. Ja, dat kent iedereen. Dus iedereen weet ons te vinden nu. Zijn jullie een startende organisatie? Ja, we zijn een beetje een initiatief begonnen omdat iedereen zoiets had. We moeten toch duidelijk maken dat we op een andere manier met onze spullen moeten omgaan. En ook wat beter voor de natuur moeten zorgen. En zo. En dan beginnen jullie met de kinderen, of niet? Nou, we begonnen vooral met Sinterklaas. Omdat we 2 weken voor Sinterklaas voor het eerst bij elkaar waren. En toen dachten we, nou, wat kunnen we nu direct doen? En toen was Recycle Sint geboren. Dat was al een bestaand concept. Konden we zo opnemen. En dat ging zo goed dat we dachten, nou, dan doen we Recycle Santa erachteraan. Maar Marlies, die zo net achter ons stond, die gaat in februari een veganistische of vegetarische kookcursus organiseren. Want ook dat, goed eten is goed voor mens en dier. En we gaan kijken of mensen dat ook prettiger vinden, flexitariër worden. Daar gaat het op. Heb je dan ook echt informatie opgezocht dat je weet dat koeien daadwerkelijk dat van invloed zijn? Nou ja, koeien eten heel veel en gebruiken heel veel water. En, dus het kost heel erg veel grondstoffen van de aarde om een stukje vlees te maken, zeg maar. En dat eten wij dan heel snel op. Dus misschien moeten we dat niet al te vaak. En kippetjes? Nou, hetzelfde. Ja, misschien iets minder, maar ja. Ik vind het ook lekker, maar een beetje minder mag. Hè? Hallo.